Jammer, ik heet dat er bij mij iets heel groots is gebeurd. Wat is hier gebeurd in Sittard? Nou ja, Sinterklaas die kwam hier even om de hoeken en die zei van, goh, wij hebben intocht haasten, dus we moeten eigenlijk even wat fietsen hebben. Dus ja, ze bestelde hier even 600 fietsen bij me, want ja, dan hebben ze toch een vervoersmiddel. 600 fietsen, dat gebeurt hier net elke dag, denk ik. Nee, jammer genoeg net. Maar ja, het is hartstikke mooi dat ze samen vooruit kennen. Dat is perfect. Maar waarom hebben ze juist gekozen voor fietsen, jammer? Hebben ze daar een speciale reden voor? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ze kwamen hier zo en ze moesten de fietsen hebben. Dus ja, wie ben ik om nee te zeggen? Nee, dat kan ik me best voorstellen. Ik ken me eigenlijk, ik wil bedenken dat het rinden voor die Zwarte Piet natuurlijk een heel eind is. We hebben een hele grote dwarp meer omheen. En tussen die en het dwarp en door het dwarp zit natuurlijk wel een stuk ruimte. Zullen ze het even dwan? Zo ik in. Het is wel makkelijk op fietsen natuurlijk. De kassaai en mouwen staan pas wat bezorgd. Je moest wat ze natuurlijk door op 4 december. Dus ik ken een reden wijzen. Heb ik nog een speciale fiets in gedachten of mocht zelf uit zieken welke fiets naar binnen? Of juist bewust bakfietsen, wat is hun keuze geweest? Nou, maken ze in principe helemaal niks uit, zolang dat er maar net een piepenuurtje in de baan ziet. Dus maken ze helemaal niks uit. De stroom uit Spanje, weer aan.